Leuk, hè? Ja. Ik zat al die van. We staan op Disneyland. Ik ben op Disneyland. Ja. Wij wit Allier. Ik ben net zo'n topper in jongens. Dan zoet vreeg ik net. Gourmet. Oh! Wat erg. Maar nu ben ik wel heel nieuwsgierig. Kerst het misschien ik onleren. En daarom gaat deze point bij het oer jongen. Want we gaan nu ik vanzelfs Jong Junior. En derde al je Frieske baas kwam een mooie, superleuke nummers. Wij ze heel goed jongen kennen. En ik zal mezelf een beetje van het blok zetten, want ik zat ik probeer die. En in een van die klassen zijn optreden aan. Jim hebben vest geschreven, ik heb maar Reinoud. Dat klopt. En ik ging probeer in dat vest te jongen. Maar ik ken net goed jongen. Zo stoot onder om Fasan volle zaal op te treden. Ik weet het net, ja? Drop het even in de comments en vergeet dan niet meteen om te liken en te abonneren. Ik zou aans naar Boetenpost, naar Squallen, de Mierskip, want daar zit ik optreden met het nummer wat zij skreun hebben, namelijk De Leerde. Dat hij zo makkelijk te gerne met Reinoud in een aflevering van Sean Junior. En als je hem daar nog heel nieuwsgierig naar binnen, check dan even die video op ons YouTube kanaal. Maar nou is het dus de bedoeling dat ik dat nummer jongen in. Oké, dit is dus het nummer wat ik jongen had. De Leerde van De Mierskip uit Boetenpost. En nou... Dit werd nog wat. We maken maar even een onderslag. Ik ben al wekenlang gisteren betiet van bed. Ik eet ik haast net meer van hier op de set. Oh 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 oh. Ik ben al een beetje aan het oefenen met het vestje van Sean Junior, maar ik denk net dat het in mijn eentje slag ging hier. Dus heb ik wat hulp inschakelen en hoop ik wat chits. Want chits, wat voor affiniteit heb je nou met muziek en Sean? Ik kom echt uit een Sean theater familie. Mama, it reach up to me. En nou, wat ik op het stuit doe, is natuurlijk het vloggen. Ik ben Chits en alle dagen upload ik op YouTube een Frieske vlog om je lippen. Ik zit nog in een rockabilly band. Jonge en verhalen, roene vuur. Oh, 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 oh. Oké, want kerst jongen leren of is er een beetje mooi? Pennen. De ene die wordt jongen in de wit bennen en die haast ik. Maar ik ga echt wel wat dingen leren, maten. Dus het is echt in het begin nog net zuur. En ik ga nu ook nog wel eens een uitschitter. Dus, kerst mij een beetje een zanglesje. Het is heel belangrijk dat die stem gewoon lekker opwarm is. Dus ik ga wat tips qua opwarmen. Maar lekker warme drankjes is goed. Net heet, maar warm. Ja, leuk hè? Ja. Krijg zo'n olie van. We staan op Disneyland, ik ben op Disneyland. Ja, en gewoon lekker relaxed staan, ontspannen. En wil net voort te vollen, dus net te loer, dat hoeft net. De tekst is ik wel heel leuk. Ja, en de tekst is net heel ingewikkeld en met mooie kwarte sintjes, dus dat is wel fijn. Ik is wel op die het ademherje, zeg maar. Bye! Dat doet nog wat. Ja, dat, nou ja, dus bennenstem binnen het algemeen, die kind wat heger als uw stem. Ja. Dus ik zou gewoon heel vaak, dat noemen ze haarkje en mij blaren. Lekker mij blaren. En wij zijn net te bang. Ik ben al wekenlang gisteren betiet van bed. Ik weet ik haast net meer. Nou, sukkel. Kerst dat is. Sean is het meisje van muzikale loeren, Marnie Stem.
En maar Sean brukt zo die stemband, dat met spieren in die keel. En wanneer ze die ontspant, dan beginnen die te trillen. En dan komt er loert uit. En dat is voor Elsie niet verschillend. Want hoe grutter die stemband binnen, hoe dipper het loert is. Hoe het algemeen hem man, vrouw en ben, allerlei verschillende loeren. Maar wanneer ben we ooit begonnen, maar Sean? Dat weten we net echt. Muziek bestuurt in ons geval heel lang, maar in de prehistorie dienen we dat vooral maar de hand en maar de voeten. En nou doen we dat op een andere manier, want we schreeuwen bijvoorbeeld noten op en we gebruiken instrumenten. Maar dat is best wel ingewikkeld en ik snap daar helemaal niks van. Ik zat nu in belly met Rohan en hij had vorig jaar Sean het er woen. Dan denk ik, zo lang als het al hier best, voel ik me veilig. De winnaar. Dus ik ben benieuwd of hij mij misschien wat tips of zo aan kan. Dus bellen. Hey, hoi. Hallo. Hoi, Rohan. Ik ben Gijske. Hi. En ik heet Jette. Dat is toch een beetje jongenkest. Doe is de jong, is de woon. Ja, klopt, ja. Maar dan op zijn wedstrijd. Hoe voelt dat? Voelt hij dan een beetje beroemd of zo? Ja, dat voelt wel echt heel erg goed en vaak. Dat denk van, oké, ik ben ergens, het lukt en het is slagger, dus ja. En heeft ik tips van mij, want ik zou ik probeer te jongen, maar van mezelf ken ik net echt van heel goed jongen. Dus... Nou, dat mag sowieso net zitten, want hoe kist het wel? En, maar dat zei ze net kist, maar het lukt sowieso. Oké. Die doet dat zetten en ik die gedachten omzetten samen van het lukt niet en ik ken dit en genieten. Nou, dan zal ik dat maar proberen. Ik wens jullie heel veel succes. Doei! We zitten nu in de auto onderwijs naar Boetenpast en ik voel de spanningen komen al een beetje op. Dus ik ben bang dat ik een blackout krijg. Dus ik heb daarom voor de zekerheid de tekst toch maar even in mijn telefoon zetten. Het was spannend dit, maar het komt helemaal goed. Guys, we gaan. Let's go. Ik ben nu op een squad. Ik zit nu de klas in. Even een klapje. Ja, Mark naar binnen. Woehoe! Hallo! Hi! Nou, ik heb een opdracht gekregen en ik hoop je dat het een beetje goed gaat straks. Maar jij hebt een vest geschreven, ik heb maar Reinoud. Dat klopt? Ja. En ik ga proberen in dat vest te jongen, maar ik ken net zo goed jongen. Dus het gaat net heel mooi, maar. Ik geef wel mijn best dan. Ik duw hem om en dan verwacht ik een groot applaus. Oké. Ja! Handen in de lucht en zwaaien! Hey! Ik ben al wekenlang vieste betiert van bed. Ik eet ik haast net meer. Van hier naar ben ik zet. Ik zoog die oer al steen. Alsof het zou wezen mat. Mien het giet al te keer. Wat is dit wat mij bad? Maar één ding weet ik zeker. Dat ik dit viel verdij. De grote vraag is dan. Viel zo dat ik van mij. Alleer! Oh, viel zo dat ek van mij, viel hij dat ek van mij. Viel zo dat ek van mij, viel hij dat ek van mij. Dit gevoel, het is mij vreemd, ha ik het nou bedoel. Krijg geen reactie meer. Oh nee, mijn appje komt net on. Mijn vrouw die even stil. En dan dost een berjocht om mij. Hij vielt ik wat verdij. Nou. Dankjewel. Wat vond je ervan? Ik vond het mooi. Wat vond je stoel ervan? Nou, misschien nog soms eens een keertje wat hoger en dan weer wat lager op de tempo. Ah, oké. Dus ik mag nog iets meer oefenen.
Als je in je eentje zingt, vind ik het minder mooi, maar met z'n allen vind ik het wel mooier klinken. Oké, ja, in een groep. Ja, sommige mensen winnen beter solo en sommige beter in een groep. Nou, ik mag dus mooi een groepsjongen. Nou, dan denk ik dat het er van mij op zit. Ik zal nog even iets langer oefenen. Mijn optreden hier bij de Mierskip zit er alweer op. En ik vond het heel leuk om te dwaan. Het is wel lastig dat jongen. Er zit een hele techniek achter. Zoals we bij Chit, ik was jongen hier. Maar van mij gaat het vooral erom dat het leuk is. En dat er plezier in is. En dat is in elk geval slagen. Dus dan zit de aflevering van Jouw Trick weer op. Vergeet net te liken, te abonneren. Zie je de volgende keer weer.